Nog even wat schildertips. Als u voor het eerst met moesverrie werkt op nieuw hout, dan moet u het altijd een klein beetje verdunnen, 5% water. Moesverrie zit wat dikker in het potje, dat is ook erg plezierig. Andersom is lastiger natuurlijk. Als u al geverfd hout werkt, dan kunt u ook onverdund met moesverrie overkwasten. Bewaren is ook een punt. U kunt moesverrie minstens 1 jaar bewaren als de pot nog niet open is geweest. Als u zeker weet dat u nog verf overhoudt, schenk dan over in een werkpotje en doe de originele pot dicht. Randje schoonmaken en daarna dicht doen. De reden is dat als u met de kwast in de pot zit, er bacteriën inkomen en die kunnen schimmel ten gevolge hebben. Moesverrie is een natuurlijk product en ook de beestjes vinden de verf lekker. Dus u kunt dat makkelijk voorkomen door open te maken, overschenken en dan gelijk dicht te doen. Moesverrie is waterverdunbaar. Het is een emulsie. De olie is aanwezig in druppeltjes. Het is eigenlijk dus een soort mayonaise. Dat betekent dat het ook makkelijk te verwijderen is uit kleren en van je handen met een sopje. Een beetje water en ruim water. Zorg wel dat in de kleren de vlekken weg zijn voordat ze uitgehard zijn, want daarna wordt het erg moeilijk. Moesverf heeft een zeer natuurlijke samenstelling, heel mens- en milieuvriendelijk. Er staan geen gevaarssymbolen op, UN klasse 0. En het is zelfs zo dat je het kunt eten. Don't try this at home, maar ik doe het zelf ook.